Maar voordat we naar links gaan kijken, gaan we nog even kijken hoe de NA90 een persoon van boord haalt. Je kunt zich voorstellen dat we niet alleen maar te maken hebben op zee met drenkelingen. Maar het kan ook gebeuren dat mensen aan boord van een schip gewond raken of ziek worden. En dan is het ook van belang dat mensen zo snel mogelijk naar een ziekenhuis kunnen worden gebracht. Dus we gaan nu zien hoe de... Hoe een persoon snel van een schip afgehaald kan worden, in dit geval gaan we weer gebruik maken van het reddingsvaartuig van de KNRM.